Deze dagen herdenken we de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding. Maar hoe werden bijvoorbeeld de Amerikanen voorbereid op een ontmoeting met Nederlanders? We lezen vandaag de analyse van de Amerikaanse wetenschapster Ruth Benedict. In 1944 werd Zuid-Nederland bevrijd van de Duitse bezetter. En in 1945 de rest van Nederland. Dat gebeurde door Canadezen, Polen, Britten, Amerikanen. Maar hoe bereid je je nou, bijvoorbeeld als Amerikaan, voor op een ontmoeting met Nederlanders? In 1944 kreeg Ruth Benedict de opdracht van het Amerikaanse leger om een analyse te maken van Nederland en zijn inwoners. Benedict was toen een vermaarde antropologe die binnen en buiten Amerika veel onderzoek deed naar allerlei eigenaardigheden van allerlei soorten stammen en mensen. En nu dus de Nederlanders. Wat moesten Amerikanen nou verwachten als je Nederland zou bevrijden? Hoe steken die Nederlanders in elkaar? Hoe benader je deze exotische menselijke soort? Het was oorlog, dus Ruth Benedict kon niet eens eventjes op veldonderzoek in Nederland. Ze las daarom allerlei boeken, literatuur over Nederland en tekende daar een volksaard uit op. Ze omschreef de Nederlanders met de volgende eigenschappen. Beetje moraliserend, individualistisch, vrij en vredelievend, tolerant, zelfverzekerd, trots, ironisch, soms wat bekrompen, netjes, prudent, driftig, ouderwets, huiselijk, serieus en een beetje melancholisch. Maar wat haar nog het meeste opviel was het feit dat Nederlanders lak hebben aan formele verhoudingen. Ze haalde een voorbeeld aan van een jongetje dat bij een postkantoor aan het loket stond. De veel oudere man achter het loket vroeg aan hem, wat moet je? Waarop het jongetje antwoordde, ik moet helemaal niets, maar jij moet mij een postzegel van 2 cent geven. Typisch Nederlands, vond ze dat. Ze schreef, men kan werkelijk stellen dat de typische Nederlander zo zeker van zichzelf is dat hij zich niet aan dictaten onderwerpt. Hij komt op voor zijn rechten. Hij haat elke zin die begint met u moet. Herkenbaar. In Nederland wordt iedereen zo opgevoed met zelfstandigheid en vrijheid dat in het oude en in het nieuwe Nederland iedereen lijkt te dansen op zijn eigen vierkante meter zelfbeschikking. Om Nederlanders ergens voor te krijgen, moet je ze overtuigen, tot vervelens toe. En dan, schreef Benedict, zijn het best aardige mensen die graag bereid zijn mee te helpen. En met die informatie op zak gingen de Amerikanen Nederland bevrijden. Een analyse van Nederland door Ruth Benedict, Amerikaans antropologe uit 1944. Ik wens u een vrijzinnige week.